te beluisteren via de Middengolf op 1008 AM en in stereo via de kabel. We staan hier met de microfoon, geachte luisteraars, zei Frits met een krijgende stem, in de werkkamer van de heer Maurits Duivenis, de beroemde oude hoer. Meneer Duivenis, misschien mogen we u enkele vragen stellen. U luistert naar deel 2 van de 13e aflevering van Montaigne, waarin Wouter Wagener als Maurits Duivenis in De Avonden van Gerard Reven vertelt hoe hij zijn rol ziet en hoe volgens hem de historische werkelijkheid was. In het eerste uur vertelde Wagener onder meer over twee overvallen die hij met Reven had gepleegd in het laatste jaar van de oorlog. Bij de tweede werd Wagener gepakt. Reven ontsprong de dans. Wagener vervolgt zijn relaas in het bijzijn van Louis Houet en Thijs Wierema. In het boek De Avonden komt in 4 hoofdstukken, ik meen 4, 5, 6 en 10, de figuur Maurits Duivenis voor, door Frits van Echters als zondige en misdadige natuur betiteld. Zie hoofdstuk 10. De aldaar beschreven bonte reeks van criminele feitjes berusten met uitzondering van de diefstallen uit het zwembad, waarover later meer, op confidenties die ik van het Reven gedurende 1946 deed. Geen delinquent zonder een verklaring of een case story. Ik heb zelf in der tijd op latere leeftijd mijn doctoraal vrije studierichtingen gehaald, met als hoofdvakken strafrecht en criminologie. Dus ik ken enigszins de criminologische literatuur. Ook hier ga ik dus een case story vertellen. 1946 was het jaar waarin ik de alcohol als een levenselixer ontdekte. Een remedie tegen mijn neurose en frustraties. Die frustraties hielden verband met mijn gestotter, waaronder ik reeds sedert mijn 8e jaar had geleden. Aanstellerij, aanwensels, zei mijn vader. En mijn ouders hebben mij dan ook nooit verwezen naar een logopedist, een hulpverlener of een psycholoog. Dan lieten mij met dit spraakgebrek wat voortmodderen. Als stotteraar heeft men continu het gevoel alsof men op de planken staat. Omdat je je altijd afvraagt welke indruk je maakt. Mijn hele gymnasiumtijd is achteraf gezien een aaneenschakeling geweest van pogingen om mijn spraakmechanisme onder de knie te krijgen. Men weet dat als je als stotteraar wordt ontmaskerd, je bij je gesprekspartner, je leraar, je klas of later de universitaire werkgroep een soort depreciatie ondergaat. De alcohol ervoer ik voor het eerst als een bevrijdende macht. Toen ik aan de bar van de Sociëteit Salve, dat was een sociëteit van de USA, de Unitas Studiosorum Amsterdamensium, wat te veel borrels had ingenomen. Er ontstond in mij een euforie. De klem van mijn kaken was weg en ik kon plotseling vrijmoedig spreken met de oudere jaars. De ontdekking van de alcohol, die werd gevolgd door een andere ontdekking. En dat noem ik eigenlijk de ontdekking van de kunstmatige paradijzen, le paradis artificiel. Baudelaire verstaat eronder de drugs, maar ik versta eronder het sociale schemergebied van de artiesten, bohemiens en kunstenaars, kroegjes in de buurt van het Leidse plein, elders,
Reinders kukert in de Leidse straat, de Leidse poort. Een wereldje waar je altijd weer dezelfde soort mensen tegenkwam en waarin je continu in een kringetje ronddraaide. Ik verzeilde er in een kringetje, een subcultuurtje zou men tegenwoordig zeggen, van wat literair aangehouden jongeren. Deze jongeren zaten zich bij elders te vergapen aan de toen prominente schilders van Herwijnen en van Deventer en aan de toen prominente literatoren den Brabander, Hoornik, Teun de Vries, Jacques Gons, die regelmatig bij elders aan de bar verschenen. Bij Reinders had ik veelvuldig contact met schilders van het tweede garnituur, zoals Karel Carvalho en Egidius van Dun. Bij Reinders leerde ik Jan Arenskaan kennen, die later beroemd zou worden als de auteur van Caveman. Een herinnering aan zijn eigen psychiatrische opname. Jan Arens was toen een figuur apart. Hij had een linnen zakje in zijn hand en hij was de peukjesverzamelaar van Reinders en van Eilders. De sigaretten waren toen nog schaars, ik geloof nog gedeeltelijk op de bon. En Jantje Arends had uiteraard geen geld, dus moest het van die peukjes hebben. Dus hij graaide maar in die ijsbakken. En die peukjes die verzamelde hij dan weer later om dezelfde cheque van te kunnen rollen. Als je aan Jantje Arends dacht, zei hij, wie is dat ook weer? Oh ja, dat is onze peukjesjongen. Een verder naam had hij toen nog niet. Hij had een fluwelen pakje altijd aan met een kniebroek. En had wat zotte, volkomen verwarde verhalen over zijn eigen levensloop die duister bleef. En maar had wel een aantal vrienden die hem welwillend in hun midden opnamen. Dit wereldje had een magneetfunctie voor mij. Het had iets dwangmatigs. Ik leefde in een pseudomaatschappijtje. Zonder verplichtingen en zonder drang van boven. Maar er was één ding wat mij zorg baarde. Hoe kwam de financiering van die verteringen tot stand? Ik besloot om in die verteringen te voorzien door illegitieme middelen toe te passen. Het begon met de traditionele boekendiefstalletjes. Dat lag nog in de lijn van het subcultuurtje. Dat werd wel meer gedaan. Voor een gulden of vijf was je een avond onderdak. Dat bedrag kon gehaald worden als je een paar gestolen boeken aan een tweedehands boekhandelaar wist te verkopen. Maar naarmate de boeken meer opbrachten, werden ook weer de verteringen hoger. En zo belandde je in een vicieuze cirkel. Op een avond zat ik bij Kukert aan een tafeltje met een vrouw tegenover mij. En die vrouw was de verlaten vriendin van een toen vooraanstaande binnenhuisarchitect. En die zei, weet je hoe Jaap dat in zijn tijd deed? Die kwam met een regenjas over zijn arm de boekhandelaren binnen, had de voering losgemaakt en gooide die boeken dan in die voering. Dan hoefde je niet met een aktentasje binnen te komen en je verliet keurig als heer, weer nadat je een snetboekje gekocht had, met die regenjas de boekenzaak. En Jaap, die had er dan ook maar zo handig geweest om er baleinen in aan te leggen in die regenjas. Want anders zouden daar die boeken neerkomen in een rare volgorde en zou die regenjas in een soort aardappelsak veranderen. Nou, dit leek mij een lumineus idee. Later heb ik gehoord dat het een oude mop was die na mij weer door ettelijke anderen herhaald is. Vandaar dat je tegenwoordig bij antiquariaten wel ziet staan verzoeken uw tassen en jassen af te geven alvorens u onze boeken bezichtigt. Zo toog ik op pad met mijn regenjas, maar ik had geen vriendinnen of wat dan ook die daar baleinen in konden aanleggen. Ik kon moeilijk aan mijn moeder vragen. En ik weet nog goed dat ik inderdaad een aardappelzak effect had toen ik met een aantal boeken de boekhandel Landkamp en Brinkman op de Spiegelgracht verliet. Ik had tussentijds ook nog wel eens een baantje. Ik had een baantje als hulpober bij de ijsbreker. De ijsbreker had toen een heel ander karakter dan tegenwoordig. Er waren grote zalen met biljarten. En tegenwoordig en er vonden luidruchtige feesten plaats.
Als er zo'n feest was met enorm veel mensen, dan draafde ik op als hulpober. Dat werd dan in het jargon van de obers een sasser genoemd. Ik mocht zelf geen bestellingen opnemen. Ik mocht bestellingen alleen maar doorgeven aan de gevestigde obers. Dan moest ik voortdurend de vuile glaasjes en de borden van die tafels wegnemen en aan de bar in leveren. Het was een hondenbaan, het leverde een tientje per avond op. Het was meestal een onbeschoft, dronken publiek die de obers in de maling nam en vooral die hulpobers. Op een keer, en dat werd ook de reden voor mijn ontslag, was er weer zo'n half dronken feest. Ik meen ter gelegenheid van de eerste wedstrijd Nederland-België na de oorlog. En dat was notoor voetbal. Plebs. Er was een vent geweest, achterover in een stoel gehangen, half zat, die alles gepoogd had mij te doen struikelen door zijn voet voor mijn been te houden. Ik kreeg altijd aan het einde van de avond een plateautje met een riem om mijn nek vast bevestigd. En dan moest ik met ijs rondgaan. Ijs. Die ijsjes kostten toen 75 cent. Ik stuitte weer op diezelfde vent, die er wat half bezopen in die stoel achterover hing. En die zei, wilt u ijs? Ik zei, wilt u ijs? Waarop die man zei, nee, geen ijs, liever ijs op mijn hoofd. Daar bedoelde ik natuurlijk mee dat hij verhit van de alcohol was. De mensen aan dat tafeltje lachten. Ik vond het een reuze mop dat hij dat zei. Maar ik raakte in een woede, ik was toch al gefrustreerd en opgelaten met mezelf, met dat plateautje ijs om mijn nek. En ik zette toen die koep ijs bovenop zijn kop, dat al het ijs, dat de droop van zijn hoofd af. Die vent werd natuurlijk ongelooflijk woedend. En dat was dan een reden dat ik bij die ijsbreker niet meer hoefde terug te komen. Dit is ook een verhaal wat in de avonden staat. Ik heb een tijd lang 's avonds geholpen in een bar, zei Maurits, in de Clivia. Waarachtig, vroeg Frits. Dat is weer geheel nieuw. Wanneer? Tot 8 dagen geleden, zei Maurits. Het wordt wel erg laat, hè, vroeg Frits, maar het brengt wel wat op. Ja, dat is wel zo, zei Maurits, maar het is rot. Op een avond zit er weer zo'n bezopen, vette kerel. Hij had het benauwd, dat zag ik. Ik vraag, wilt u ijs? Hij zegt ja, op mijn hoofd. Allemaal lachen. En hij zet meteen een koep vol, omgekeerd op zijn kop. Ze lachten zich allemaal rot, maar ik kreeg de herrie. Je houdt het niet vol. Dit verhaal heeft voor mij overigens bepaalde consequenties gehad. Want ik vertelde dat verhaal zo in dat kringetje mensen om me heen gezeten aan de cafetafels. En die mensen kenden dan mijn verdere antecedenten niet. Dus toen zij die de aanval in handen kregen, toen dachten ze, dat verhaal komt ons bekend voor. Dit is het verhaal van Wagener. En dan zal Wagener wel Maurits Duivenis geweest zijn. Dus het hele verhaal heeft een onthullend karakter gehad. Ik haal de volgende strapatsen uit. Ik verscheen met een oude vieze regenjas, vol met vlekken, in een bar, in een beetje chique bar, weer goed in hotel Westeinde, op het Westeinde, en ruilde dan die vieze afgedragen regenjas tegen een mooie jas in die daar hing. Diezelfde foef paste ik ook wel eens toe in een vestiaire. In een onbewaakte vestiaire. Je kwam met een jas binnen. En je hing die jas op. En je zorgde dat je op tijd wegging met een andere jas. Hiervan wordt uitvoerig verslag gedaan in de avonden. In hoofdstuk 5 van de avond kan men lezen hoe Maurits een jas probeert te verkopen aan Frits Echters, die hij geruild heeft met de eigenaar zonder diens toestemming. Ik opereerde wel eens samen met een jodenjongetje, evenals ik, van wat marxistische huizen. En we smoorden ons geweten wel eens met een soort,
socialistisch achtergrondje. We ruilden deze jassen in met de jassen van rijke stinkers. Maar dat was natuurlijk larie. Hm? Dat was een eigen verzonnen trucatie om het immorele karakter van de jassendiefstallen te dekken. In 1946 had ik met Gerard van het Reven de gebruikelijke losvast contacten. Ik kwam hem in de buurt tegen, maar betrad niet meer zijn woning. Zijn ouders wilden me niet meer ontvangen, zei Gerard tegen mij, omdat zij dachten dat het initiatief tot de roof overvallen, waarvan zij natuurlijk uiteraard ook gehoord hadden, dat het initiatief van mij was uitgegaan. Kennelijk waren zij door hun zoon op het verkeerde been gezet. Niettemin kwam hij diverse malen bij me aan. Hij deed me confidenties over zijn bezoeken aan de psychiater Schuurman, die hem verzekerd had dat hij absoluut niet homofiel was. Het heette toen al uitsluitend homoseksueel. Hij was slechts pseudo-homoseksueel. Ik van mijn kant vertelde hem de nodige ervaringen over mijn pogingen om met illegitieme middelen in mijn financiële noden te voorzien. We spraken ook over poëzie en onze wederzijdse bewondering voor de dichtbundel De Holle Man van Gerard den Brabander. Als zou de tijd u met de vuisten bonken, de klok is vol, de eeuw is uitgeklonken, zo galmde Gerard door mijn kamer. Het was voor mij altijd een geweldig feest als Van het Reven met de eer gunde mee te komen bezoeken. Als ik de straat door open gedaan had met een touw, dan hoorde ik al zijn stem en dan zong hij die psalm. Ik zie een poort wijd open staan, waaruit het licht komt stralen. Ik bezocht hem op het Suikerhofje aan de Prinsengracht, ik meen nog 385, waar hij een woningje kreeg aan een binnenpleintje. Je kwam eerst een poortje door en dan een binnenpleintje en dan een woningje. En daar zat hij. Ik meen met een paar instrumenten waarmee je boeken aan het inbinden was, een product van die grafische school die hij bezocht had. Later bezocht ik nog enige malen op het adres Galerij 14 boven, het kan een ander nummer zijn geweest, aan de oosteinde kant. Hij woonde daar clandestien. De zaak moest nog gelegitimeerd of rechtgetrokken worden, maar dit zou later zijn woning worden waar hij nog jarenlang met zijn latere vrouw Hanni Michaelis zou wonen. Gerard was voor mij een welgeziende figuur op de achtergrond. Spreken over het verschijnen van de avonden. Toen Gerard van het Reven, nadat hij mij zijn exemplaar van zijn boek overhandigd had, mijn kamer verlaten had, ging ik naast te zoeken naar de plaatsen waarin Maurits Duivenis voorkwam. Ik las het boek diagonaal door en stiet dus op de plaatsen waar Maurits een rol speelde. Ik had de pest in over de ooglap. Ik dacht dat hij de ooglap gebruikt had als een soort substituut. Het was namelijk zo dat ik had een verkorting aan mijn rechterbeen. In die tijd had je de achterlijke orthopedie. En in de aanvulling van die verkorting kon alleen maar voorzien worden door een zich noemende orthopedische schoenmaker die dan onder de hak een extra stuk hak aanbracht of onder de zool een extra zool aanbracht. Het werkte met een primitieve duimstok en daarmee was het orthopedische vraagstuk uit de wereld geholpen. Ik wist dat het altijd wat ontsierend werkte. Ik had wel een minderwaardigheidscomplex over dit verschijnsel, maar mijn ouders en eigen niemand ziet dat. En toen ik wat ouder werd, had ik een lange broek aan die over die schoen viel. Dan was ik achterdochtig dat hij die ooglap gebruikt had als een substituut. Ik heb hem dat later eens gevraagd. Nee, zei hij, dat deed ik om je niet herkenbaar te maken. Maar ja, ik had al voldoende ervaring met van het Reven om geen waarde meer te hechten aan die smoes. Ik weet ook trouwens niet of hij het gebruikte als een substituut. Het kan ook zijn dat de ooglap gewoon een soort boekaniersattribuut was
van een delinquent of van een crimineel. Waar ik enorm over gevallen ben, dat is die zwembadaffaire geweest. Want die zwembaddiefstallen die waren mij, om maar een Duits woord te gebruiken, wezensvreemd. Waren een soort vreemdkörper voor mij. Ik had altijd met veel genoegen gezwommen in het Amstelparkbad, later Mirandebad geheten. Ik kreeg daar een abonnementskaart gedurende de zomermaanden. Had daar een vriendenkringetje opgebouwd. En ik zou het niet in mijn hoofd halen om daar uit badhokjes te gaan stelen. Ik heb hem dat ook na het verschijnen van de avonden voor de voeten geworpen. Maar dan kon hij zo'n gezicht opzetten alsof hij zich van de domme hield. Oh, heb je mij dat niet verteld, dan zeker een ander. Ik erg mij ook aan de distantie die Frits Echters voortdurend ten aanzien van Maurits Duivenis inneemt. Een man die hij nauwelijks wilde ontmoeten op straat, die dan in godsnaam ontmoet, die met hem toevallig in een bioscoop zit tegen zijn zin in, want die distantie die was er nooit geweest. Hij zat zich kennelijk al wat burgerlijk af te bakenen met in het verschiet zeggen zijn aanstaande huwelijk met Hanny Michaelis. In welke structuur een Duivenisfiguur niet meer paste. Moest ik kwaad worden, moest ik woedend worden over het verschijnen van de avond. Ik was aangeslagen en ontredderd. Maar ik besloot tot de gedragslijn van de bonne mine au mauvais jeu. Als ik kwaad zou worden, had ik moeten doen hem een pak slaag geven of een steen door zijn ramen gooien, mijn nederlaag erkennen en bedloser zijn. Dus nogmaals, ik besloot mijn omgang met hem voort te zetten. Tot grote woede van mijn vader. Mijn vader las het boek, maar leest over de opdracht heen. Of denkt, is dat voor een gedaas Wagner, alias Duivenis. Kan niet door de eerste twee hoofdstukken heen komen. En zegt tegen mij, ja, dit rotboek kan ik niet lezen. Je weet hoe ik over de oude Vanter denk. Maar dat deze man wordt afgeschilderd als een boeren laten en winden laten, de idioot, dat is een schande. Denk jij zo ook zo soms over mij? Denken jullie zo over je ouders? Maar het verhaal werd hem wel voorgelezen. Want wie komt een paar avonden daarna aan? Dat is Veldhuis, alias Lande. Die zich ook het boek inmiddels aangeschaft had. Hij kwam eraan, ik verliet toevallig mijn deur. Ik zag het gevaar aankomen. Maar ik wou ook niet meer naar boven gaan. Ik moest dringend ergens anders heen. Misschien naar een café. Maar goed. Dus Lande is dat boek op een hele avond aan mijn ouders voorkomen lezen. Dat resulteerde in de volgende rel. Voor enige dagen daarna. Mijn vader komt mijn kamer binnen stormen en zegt, in dat boek word je beschreven als een degeneré. Maar het ergste is dat je een lafaard bent geweest. Dat je die kerel, bedoeld is natuurlijk van het Reven, niet naar zijn strot gevlogen bent. En hij kwakt het boek naar mijn hoofd. Ik kwak het boek naar zijn hoofd. Het boek dat zeilde door mijn kamer heen en weer. En op een gegeven moment stopt hij het boek in de kachel. Daar wilde niet helemaal vlam vatten. Het werd er later weer als een verkoolde, half verkoolde massa uitgehaald. Maar dit eerste exemplaar is dus weg. Het spijt me nu nog en wij eens achteraf. Mijn vrouw zegt nog wel eens tegen mij, God, had je dat exemplaar nog maar? Dan brachten we het naar een veiling en dan kreeg je misschien 10, 15 mil. Hè? Maar deze opdracht is dus en voor de historie en voor mijn portemonnee verloren gegaan. Dit is Montaigne over De Avonden, roman uit 1947 van Gerard Reve. Wouter Wagener, die in het boek voorkomt als Maurits Duivenis, geeft zijn bevindingen over dat personage. Hij voelt zich slachtoffer. Hoe diep, hoe ver, hoe snijdend kan de literatuur gaan? Ik heb nooit zwaar getild aan de worgscènes en de sadisme. Scène, omdat ik er de achtergrond van wist. Maar mijn omgeving reageerde daar anders op. In een huis naast mij woonde een gescheiden vrouw die een cerkel om zich heen had van het bohemiens en artistiekelingen.
Daar kwam onder andere de heel jonge Jantje Sierhuis thuis. Hè? De bekende Amsterdamse kunstschilder Elie Neuburger. De schilder die op de Snoetjesgracht woonde. Rudy Bierman, inmiddels overleden. In dat milieu, daar dook plotseling op dat ik in de avonden voorkwam. Ik kon alle lijnen wel traceren langs welke dat plaatsgevonden had. Maar er kwamen twee dames en die zeiden tegen die buurvrouw mij: ontvang jij nog die kerel bij je thuis? Dat is een perverseling. Die wil jongens wurgelen en die slacht een kerel met groot genoegen af. Huh? Ja. De jongen die in de avonden aan repen wordt gesneden, denkbeeldig dan, heet Knip. Deze Knip heet in wezen Piet Kraak. Later ging hij zo noemen Peter Kraak. Het was een jongen wie ik tijdelijk de pest had. Hij had bij mij op het gymnasium gezeten. Het was een jongen, liep altijd in keurige pakken, liet zijn nagels lang groeien, zijn haar wat lang groeien en speelde de decadent. Hij had een soort Oscar Wilde-achtig uiterlijk. Ik bezocht hem graag, we spraken over literatuur, maar hij liet altijd zijn superioriteit op literair gebied blijken. Zo met een kreet: heb jij nog nooit van Gérard de Nerval gehoord? Dan ben jij toch wel een analfabeet. Of heb jij nog nooit van Gregor Trakl gehoord? Dan blijf dan maar thuis. Ken jij die jongen van Knip? Vroeg Maurits. Frits knikte. Met die lange nagels en dat haar dat te lang is. Die zou ik graag eens te pakken nemen. Nu kwam de coïncidentie dat er op het Vossius Gymnasium, wat wij enige maanden verlaten had, een boekenbeurs was. Ouderejaars, of die de school verlaten hadden, konden boeken verkopen aan jongere leerlingen. Ik was daar ook, vanwege permanente geldnood uiteraard, en stiet op een tienertje wat er nogal uppig uitzag. Een beetje vroeg rijp, zeer knap meisje. Een zekere Carla Hamel. Ik werd verliefd op die Carla Hamel. Ze woonde aan de overkant van het oude kalfje en haar ouders waren ook eigenaren van dat kalfje. Ik fietste naar haar toe, ging dan met een overhaaltje aan die andere kant van die Amstel en verkocht haar die boeken. Ze ontving me dan in een soort dubbeldelig badpakje. Ze zag er wat opwindend voor mij uit. Ik vertelde daar meteen over van het reven. En die zei: gewoon, nou natuurlijk, je hebt wel kans bij die meid. Want die meid die kleedt zich natuurlijk geil aan om jou op te winden. Maar ja, je zal wel geen succes hebben met jouw uiterlijk. Dus het enige wat je kan doen, dat is je af te sjorren. De beroemde sjorverhalen van het reven. Ik merkte namelijk dat die Piet Kraak ook achter dat meisje aanliep. Als ik haar verlaten weer had en met het overhaaltje dan weer op de zijde van de Amstel woon was, bij het oude kalfje, dan kwam Kraak weer aan de verte aanlopen. Deed net of hij mij niet zag en stak ook weer met het overhaaltje over naar die Carla Hamel toe. Daardoor ging ik Kraak haten. We hadden ook beide geen succes bij dat meisje. Het kind was 15 of 16 jaar. Was nog niet op een liefde of een erotische band uit, dus het bleef een illusie. Ik doe dus van het reven ook weer omstandig verslag van die Kraak. Een man die ik haat en waarmee ik wel dit zou willen doen en dat zou willen doen. En daar is min of meer dat sadismeverhaal uit geboren. Nou wil ik niet verhelen dat ik mij misschien te buiten ben gegaan in bijzonderheden waarmee ik Kraak af wilde slachten. Maar ja, het had niet sadomasochistisch. Zeker niet, zou ik zeggen, in de interpretatie zoals ze dat in de avondenfilm voorkomt. Ik vertelde van even namelijk absurde verhalen die ons proto-van waren uit de beerputten van onze psyche. Dus dat verhaal over die Knip, hè, gecombineerd met allerlei wonderlijke verhalen, die ook wel eens geïnspireerd waren door de literatuur, heeft die pseudo-sadomasochistische scène opgeleverd. Overigens blijf ik gewoon dus omgaan met van het regen. Bonne mine au mauvais jeu.
Ik introduceer hem zelfs op een dispuutbijeenkomst van Pericles. Inmiddels had ik die USA verlaten, was lid geworden van die semi-communistische vereniging Pericles. En hoewel ik helemaal geen communist meer was, maar dat voelde ik me meer thuis. En dat paste in de traditie van mijn gezin, van het gezin waartoe ik behoorde. En dat was ontzettend trots dat ik daar de Gerard van het Reven kon introduceren, de winnaar van de Rijden Prins en Geringsprijs. Voor het over de wereld Simon van het Reven geheten. En hij kwam er uit zijn werk voorlezen. Het werd een gênante afgang. Een verbijsterende afgang. Niemand lachte. Iedereen zat er versteend bij. Iedereen vond het een rotboek. Op laatst lachte hij alleen nog maar om zichzelf als hij een passage voorlas. Waarop de dispuutvoorzitter tegen me zei: kijk, hij lacht. Hij is de enige die er om lacht. Hij ging daar weg. Hij kreeg misschien een bosje bloemen toen de boekenbonnen waren toch niet in zwang. Of hij kreeg helemaal niks. Dat is ook mogelijk. En hij ging weg. Voor mij een puinhoop achterlatend. Ik kom nu te spreken over het afscheid van het Reven. Ik bezocht hem dus nog wel eens op die woning op de galerij. Hij begon daar toen al samen te leven voor zijn huwelijk met Harry Michaelis. Ik kwam daar eens op een keertje dat ik daar zat te ouwe hoeren over alles en nog wat. En Harry Michaelis komt binnen. Zeg mijn vrienden goeiedag, want ze kenden mij natuurlijk ook als een oud leerling van het gymnasium. Dat was een zeer charmant en hartelijk meisje. Maar ja, van het Reven vond het wat pijnlijk dat zij werkte namelijk. En terwijl hij ook geacht werd te werken, ontving hij daar een vriend. Hij zei: ja, het is eigenlijk, moet je maar hier niet meer aankomen en zo. Hè? Goed, ik heb die waarschuwing van hem in de wind geslagen om hem niet meer te compromitteren tegenover Hanni Michaelis. En ik belde daar weer eens aan. En toen kwam hij naar beneden die ene trap af van die zolder boven die winkelruimte die hij daar bewoonde. En zei: nee, hij moet hier niet meer aankomen met zo'n vervelend, pijnlijk vertrokken gezicht van: doe mij dat alstublieft niet meer aan. Er stortte toen een wereld voor mij in elkaar. Ik voelde me eigenlijk als een soort uitgespuwde stuk pruimtabak. Alles kwam voor mijn ogen. Hè. De overvallen die ik met hem gepleegd had, jarenlang omgaan. Enzovoort, enzovoort. En er ontvlamde toen een enorm haat in mij. Ik voel mij dus misbruikt. Ik zie dat ik alleen maar dus de laatste jaar hem het materiaal verschaft heb voor de duivenisfiguur. Ik acht het ook een verraad tegenover onze gemeenschappelijke activiteiten. Hoe dwaas ook en hoe absurd ook in de oorlogsjaren. De duivenisfiguur in de avond is maar een halve duivenis. Hij heeft er nooit bij betrokken. Datgene wat hij meegemaakt heeft met mij tijdens de oorlogsjaren, maar waarvan hij zich blijkbaar wil afschermen, omdat hij dat een gênante aangelegenheid vindt. Overigens heeft mijn levensloop een andere wending gekregen. Mijn dwangmatig bezoek naar kroegen, naar artiestenmilieus, etc. werden vervangen door een andere dwangmatigheid. Ik kwam met occultisme, spiritisme en aanverwante bewegingen in aanraking. Ik bezocht spiritistische seances. Ik ging werken lezen over parapsychologie, rozenkruiserij, kabbalistiek, satanisme, et cetera. Dat alles resulteerde in een overgang tot het katholicisme. De figuur van Christus, die trok mij niet aan, maar stond mij of heeft mij niet aangetrokken. En is geen oorzaak van mijn bekering geweest, maar alleen maar de liturgie, de Gregoriaanse gezangen. Dit is eigenlijk weer een andere schemersfeer en dan ik in al die artiestenkroegen ontmoet had. Maar toch weer
Een geweldige vlucht voor het normale sociale leven. De eerste geestelijke met beker aanraking kwam, was een jezuïet die les had gegeven op het Sint-Ignatius-college aan de Hobbemakade. Ik had hem wel ontmoet op mijn 16e jaar, omdat hij toen leiding gaf aan een schaakclub van het Sint-Ignatius-college, die met het Vossius-gymnasium een wedstrijd speelde. Ik kwam bij deze man aan, en deze man die sprak hem met een Thijs Wilgens-achtige stem aan. En zei, waarom wil jij katholiek worden? Vanwege de miserie van het leven. En dat woord miserie was echt op zijn Brabants Limburgs. Ik had alleen maar de misère en zo. Ik zei, ja, inderdaad, vanwege de miserie van het leven. Enfin, ik ben in de tijd toen via paters van de Open Deur, dat was een instantie, die toen op de Heilige Weg zat, tot het katholicisme overgaan. Het was eigenlijk een zelfbelazerderij. Ik verliteratuurde mij. Ik las de werken van Strindberg. En Strindberg is ook katholiek geworden. En liet op zijn graf schrijven Ave Crux Spes Unica. Ik zat met een geestelijke te praten over Augustinus. Over de Confessiones. En Augustinus had gezegd, te laat heb ik u gekend. Te laat heb ik u bemind. En zo voerde ik mijzelf eigenlijk het katholicisme binnen, nogmaals uit een soort zelfbedrog. De dag kwam aan dat ik tot het katholicisme overgaande. Het was 15 oktober 1950, het feest van Christus Koning. Ik had inmiddels een soort Peter en Meter toegewezen gekregen. Heel burgerlijke mensen die natuurlijk niks wisten van mijn voorland, van Maurits Duivenis, van jassen, van boeken, van alcohol, van het Leidse het plein. Maar omdat ik stotteraar was, en in het bijzonder een leesstotteraar, had ik enorme angst om die geloofbelijdenis voor te lezen. Want ik kon nu niet moeilijke woorden vermijden of woorden door synoniemen vervangen. Ik moest met de directe woorden die geloofsbelijdenis voorlezen. Er kwam een ontzettend obstakel in volgens het concilie van Trente. Maar ik kon dat niet zeggen, want dubbele medeklinkers baarden me zorg. Ik kon alleen maar zeggen, te Trente, weet je wel. Of ik kon zeggen, het concilie van Trente, weet je wel. Nou ja, ik nam dus mijn oude beproefde middel. Ik ging naar de doop toe en ik nam een aantal 4, 5 borrels. Maar om de priester niet in die kegel te zetten van mijn drank, nam ik wat gemalen koffiebonen. Ik maakte mezelf diets dat de gemalen koffiebonen weer de alcoholgeur zouden wegdempen. En zo dus ging ik op weg naar mijn Peter toe, had 5 borrels op. Stuugde voortdurend die gemalen koffiebonen uit. Hè, en belandde toen bij mijn Peter. Die rook blijkbaar mijn drank niet. Nou, ik ben door die geloofsbelijdenis heen gekomen. Ik heb het concilie van Trente gepasseerd en was opgenomen in de schoot van de moederkerk. Tot overmaat van de ramp gingen we naar op ons goed katholiek gebruik na de doop nog een afzakkertje nemen. En dat afzakkertje dat vond plaats in Hotel Suisse in de Kolverstraat. Maar daar kreeg ik weer cognac te drinken. Dus ik was, s'avonds was ik volkomen katterig, dus de dag van mijn doop was tevens een soort katterige dag. De volgende ochtend ging ik nog met mijn Peter en Meter naar een mis toe in een kerk in de Ferdinand Bolstraat, de Vredeskerk. En dat was dan ter bekroning van die doop. Ik weet nog goed dat ik mij meteen al ergerde aan een toespraak van een katholieke geestelijke die dan zei, is Christus Koning in uw hart? Zijt gij wel geabonneerd op een katholiek dagblad of een katholieke radiobode? Ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Maar niettemin was dat hele katholicisme een tijdelijke afleidingsmanoeuvre voor me. Het gaf een voorlopig een andere wending aan mijn leven. Ik loop dan in 1951 op de reguliersgracht. Ik hoor een wat gehaaste stap achter mij. Van iemand die me misschien niet wilde inhalen, maar toch vanwege de haast voorbij wilde gaan. Het is Gerrit van Utreven.
En dan krijg je een weer die oude dwangmatigheid. Ik wend me even achterom en zie Van der Reven aankomen lopen. Aktas in zijn handen, hoed op. Met een soort pokersfeest. Ik zeg zo, Gerard, hoe gaat het met je? Mij goed. En dan komt er een bepaalde decreet. Ik hoop nog steeds, weet ik, en dit en dat. Enzovoort. Dat geeft mij dan moed. En ik zeg, Gerard, ik ben katholiek geworden. Hij kijkt mij beteuterd aan. En barst dan in een hoongelach uit. Katholiek geworden. Maurits Duiven is katholiek geworden. En loopt dan verder. Dit is mijn laatste ontmoeting geweest met Gerard van der Reven. Er komt nog één zot echo-effect door de jaren heen van het Maurits Duivenis zijn. Ik ben ambtenaar geworden op het Centraal Bureau voor Huisvesting. Ik zit op de afdeling Vorderingen, een afdeling die zich bezighoudt met het verwijderen van clandestine bewoners uit huizen. Aan de andere kant weer mensen op woningen zet tegen de wil van de eigenaren in. Een afdeling die mij boeit, omdat je met heel Amsterdam in aanraking komt. Ik als sensatiemens zwelg eigenlijk in die afdeling. Het zijn de hoogtepunten geweest uit mijn ambtelijk bestaan. De afdeling Vorderingen op het Centraal Bureau voor Huisvesting. Ik word eens opgebeld door iemand en die zegt, spreek ik met meneer Wagener? En ik zei, ja, daar spreekt u mee. Ik moet het tegen u zeggen, zegt die vrouw, dat is bijna een meisjesstem, dat u bent Maurits Duivenis uit de Aven. Als ik u dat zegt, zult u mij wel een woning geven. Ten eerste was ik niet in de positie om woningen te geven. En ten tweede is wie is dat nu? Ik zeg, van wie weet u dat? Ja, dat mag ik u niet zeggen. Heb ik u daarmee leed aangedaan? Neem me niet kwalijk. Ik dacht dat als ik dit tegen u zei, dat u mij prompt een woning zou geven. Ik zeg, een vorm van chantage dus, ja. Zo had ik het niet bedoeld. Maar zo kunt u het eigenlijk wel opvatten. Ik ben tussen de middag meteen naar haar adres toegegaan. Ze woonde ergens met haar man samen onder erbarmelijke omstandigheden in de Marnixstraat. En het woord kwam eruit, het was afkomstig deze tip van Jan Arendt. Jan Arendt, die zelf altijd huisvestingsproblemen had, heeft mij kennelijk op het CBH zien rondlopen. Hij viel me al vaak lastig. Arendt stond bekend om zijn getreiter. We weten allemaal dat er uitgevers waren die een geheim telefoonnummer namen om niet langer door Jan Arendt lastig gevallen te worden. Ja, Arendt had me al lastig gevallen in de Leidse straat. Ik liep daar eens met een vriendin. Een beetje een burgerlijk meisje, onderwijzeresje uit de Zaanstreek. En Jan Arends kwam op mij af en zei tegen me, zeg, ben jij niet onlangs gearresteerd geweest wegens exhibitionisme? Nou, afgezien van deze absurde beschuldiging, sla je dan toch een rot figuur tegenover een vriendin. Maar nu had Jan Arends mij dus deze poets gebakken. Ik kon Jan Arends niet vinden. Ik wist ook niet waar hij woonde. Misschien woonde hij ook nergens. Dat zijn alleen, zei alleen tegen die vrouw. Nou, u kunt Jan Arends tegen Jan Arends dat hij de pot opgaat. Maar hij kan me niet met een soort chantagemiddel imponeren. Ik kreeg enorm veel excuses van die vrouw. Ook kwamen er figuren uit de Altobaar, die in de tijd geëxploiteerd wordt door Gruiters en Altorver. En er kwamen ook wel eens figuren zeggen, zeg, bent u niet Maurits Duivenis uit de Avenen, dan kunt u mij zeker helpen. Ik heb dat dus uiteraard afgewezen. Ging er niet op die intimidatiepogingen in. Maar had weer het vermoeden dat Jan Arends vanuit de Altobaar zat te opereren, hoewel ik daar geen bewijzen voor heb.
Ik wil nog even iets zeggen over de film De Averen. De film De Averen heb ik met enorm veel zorg tegemoet te zien. Ik vreesde de zwembadhokjes scène. Ik heb mezelf verlaagd om een vrouw op te melken. Dat ze meent dat ze Marianne Snik heet, die de leiding had van de cast van De Averen. Jeanette Snik. Ik heb Jeanette Snik gevraagd, hoe kom ik daar in die avonden voor? Dat wist ze niet precies helemaal. Ik zei, komt er ook die zwembadaffaire in voor? Maar die zwembadaffaire, die kende ze niet uit de avond. Ik wist niet precies waar ze het over had. Ze stelde me wat gerust en zei, ja god, ik ben toch met die man omgegaan. En ik heb vroeger ook wel eens uit jassen van collega's geld.